vraag die ik stel. Heel veel ouders zijn tegenwoordig onrechtvaardig naar hun kinderen. Hoe? Het kind wil trouwen bijvoorbeeld. De dochter of de zoon. Maar uiteindelijk gaan de ouders in heel diep op, eigenlijk op in gaan zij zich mee bemoeien met wie de zoon of de dochter wil trouwen. In hoeverre mogen ouders hiermee bemoeien? Ik denk wat ze in gedachten zouden moeten houden naar de veiligheid voor hun kind. Dus met wat voor persoon willen ze trouwen? En is het een persoon wat goed is voor hun? Bijvoorbeeld, heel goed. Kunnen ze hun vrijheid behouden? Ik vind dat de hoogte is waarin ouders zich moeten bemoeien. De vraag die ik stel gaat over ouders die zich mee gaan bemoeien met hun kinderen die willen trouwen. Hoe gaan ze zich mee bemoeien? Zeg van, ik wil niet dat jij trouwt met diegene. Ik wil dat jij trouwt bijvoorbeeld met diegene enzovoort. Ze gaan zich mee bemoeien. Hoe in hoever mag dat binnen de islam? Dat is een goede vraag. Ik vind dat je sowieso wel zelf moet kiezen eigenlijk. Zolang het binnen de islamitische regel zijn. Heel mooi. Vindt u? Dan vind ik wel het beste dat jij eigenlijk zelf je keuze moet hebben. Met wie je wilt trouwen natuurlijk. Heel mooi. Want je ouders gaan niet trouwen met diegene. Ja. En geloof? Ja, persoonlijk vind ik dat voor mezelf belangrijk. Maar voor anderen kan ik dat niet bepalen. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk. Ik heb nu. Sorry dat ik je breek. Ik heb nu over moslims. Oh ja. In hoeverre moeten ze daar rekening mee houden? Ja, ik vind dat per persoon nog steeds verschilt. Want als moslimouder zou ik dan wel denken: van oké, is die persoon moslim, ja of nee? En als die dochter of zoon er dan toch verkiest om niet met een moslimpersoon te trouwen, dan zouden ze dat alsnog moeten respecteren. Maar ik vind dat heel moeilijk om daarover te oordelen. Want per situatie verschilt heel erg. Voor mij persoonlijk is dat wel iets wat ik in gedachten houd. Dat is heel belangrijk. Je benoemt een hele belangrijke punt inderdaad. De ouders mogen absoluut niet mee bemoeien, behalve één. Ze mogen wel mee bemoeien, maar verschillende. Alleen uitzonderingen, bijvoorbeeld. Even kijken. Stel voor het kind waar die de zoon of de dochter wil trouwen. Alleen de ouders zien dat diegene waar hij of zij mee wil trouwen bijvoorbeeld drugs gebruikt. Of hij is geen moslim bijvoorbeeld. Nee, je hebt inderdaad gelijk bij deze. Ik bedoel, je moeder en vader willen natuurlijk het beste voor je. Dus wanneer degene denkt van hey, deze persoon is niet geschikt voor jou. Omdat hij, misschien heeft die ouders al enige kennis over diegene. Hè? Ja. Misschien is het de zoon van zus en zo. En dan zegt ze van ja, die heeft zo'n pad gekozen. Hè? Dus het is het beste als je niet met hem trouwt. Uiteindelijk vind ik dat je moet van beide kanten goed komen. Want uiteindelijk, wanneer je trouwt met diegene, dan ga je uiteindelijk. Eeuwig. Niet alleen dat, maar ik bedoel niet dat. Je ouders gaan natuurlijk ook contact met diegene hebben. Ja, dat is heel belangrijk contact. Precies. En dan. Die band moet natuurlijk ook goed zijn tussen de vrouw van jou, hè, of man, als je vrouw bent. Vandaag is een andere video en ik wil het hebben over ouders die weigeren hun kind of hun zoon die wil trouwen met iemand anders bijvoorbeeld. En ze zeggen nee, je mag niet trouwen met diegene. Hoe denken jullie daarover? Ik ben daar op zich heel makkelijk in. Zeg maar, als het mijn dochter was die met iemand zou trouwen, zou ik gewoon zeggen van ja, je moet zelf weten, het is je eigen keus. Jij gaat ermee wakker worden daarnaast, niet ik. Dus jij zegt van, ik vind niet kunnen dat je als ouder zijnde moet weigeren. Bijvoorbeeld een dochter van jou of een zoon die wil trouwen met een andere persoon of met iemand anders. En je zegt van, nee, jij mag zelf bepalen. Het is niet echt zelf bepalen. Het moet wel een beetje binnen de grenzen zijn. Maar niet, het is zeg maar niet zo van, wat jij gewoon zegt van, nee, je moet met die. Oké, mooi. En wat vind jij ervan? Als ik zou trouwen en mijn moeder zou het niet goedkeuren, ja, dan moet ik dus kiezen. Dan zou ik kiezen voor mijn moeder, waarom? Ja, ze heeft Janet onder haar voet. Dus heel goed. Maar mag je moeder zomaar uit het niets zeggen van, ik wil niet dat je trouwt met hem. Waarom niet? En je stelt bijvoorbeeld de vraag waarom? Als ze een goede meeding heeft, zoals van hij is geen moslim. Dan hebben ze het recht. Dan hebben ze het recht. Heel goed. Dus ze hebben eigenlijk in principe alleen het recht om te weigeren wanneer ze weten of diegene bijvoorbeeld het gebed niet verricht of diegene is geen moslim, dan hebben ze alleen die recht om te zeggen van je mag niet trouwen met hem. Maar andere redenen, bijvoorbeeld hij zegt van ik vind hem niet passen bij jou. Mogen ze dat doen? Mogen ze mee bemoeien? Als het om afkomst gaat, dan vind ik het, al heeft gezegd, iedereen is gelijk qua cultuur en afkomst. Zolang diegene moslim is, mag je gewoon trouwen. Heel goed. En jij?
Ja, hetzelfde. Ben je mee eens? Ja. Mooi, mooi, mooi om te zeggen. Dus wat je zegt inderdaad, binnen de islam is het belangrijk dat diegene natuurlijk moslim is. En de ouders mogen niet onrechtvaardig zijn naar hun kinderen toe. Zijn volgens jou ouders onrechtvaardig naar hun kinderen toe wanneer zij hun kind niet laten trouwen met wie ze willen? Ja, ik... Weet je wat de ulema daarover zeggen, of de islam? Ik hoor eigenlijk vaak dat bepaalde mensen zeggen van niet trouwen met zus en zo, omdat diegene voor een ander kleurtje heeft bijvoorbeeld. Ja, onder andere. Nee. Ja, dit is racisme bestaat in islam, dat weet je zo. Heel mooi gezegd inderdaad. Dus, trouw met wie je wilt, jouw recht zolang het binnen de islam is inderdaad, zoals je toen straks hebt genoemd. Barakallahu fik. Nou, wat ik wil zeggen, je kent de hadith natuurlijk ook dat de profeet aangaf van met wie het beste is om te trouwen natuurlijk. En dat is degene die, dus dat je iemand kiest vanwege religie. Met religie als eerst. Far bidat din, inderdaad, barakallahu fik. Verplichten om te trouwen. Tegenwoordig zien we dat de ouders tegen jou zegt, ik wil dat jij trouwt met diegene. Ik wil dat jij per se trouwt met de zoon van mijn broer, of de zoon van mijn zus, of de dochter van mij. Verplichten, kan dat? Zegt jou verplicht uit te huwelijken. Kan dat? Ik denk niet dat de beste oplossing is. Nee, ja? Nee. Islam kijkt daar niet. Islam is daar tegenstrijdig in. Islam zegt van je mag niet jouw kind zomaar laten verplichten met wie zitten. Nee. Stel je voor, je hebt eten voor jou en je houdt van die eten. Dan ga je toch met gerust eten. Stel je voor, je vindt iets bijvoorbeeld niet lekker. Kan je niet toch? Het geldt voor hetzelfde met iemand die wil trouwen. Is slecht bijvoorbeeld, je wilt die graag, diegene heel graag, dan ga je het mee trouwen. Nee. Een ander heel belangrijk punt. Ulema zeggen, in hoeverre moet jij je ouders gehoorzamen hierin? Je ouders zeggen van, ik wil niet dat jij trouwt, maar je houdt van diegene en je wilt met diegene eindigen. Nee. Moet je ouders gehoorzamen hierin? Dat is een goede vraag. Weet je wat de ulema of de islam daarover denkt? De ulema voornamelijk die daarover hebben gesproken. Toevallig heb ik niet onderzocht, deze onderwerp in ieder geval. Heb ik niet in verdiept. Als het gaat om wat geleerd daarover zeggen. Ja. Anders had ik er antwoord op gegeven natuurlijk. Maar, denk maar aan jezelf. Je houdt van iemand, je hebt iemand op het oog, mashallah, is alhamdulillah een moslima enzovoort. Ja. En je ouder zegt nee, maar ik vind haar niks zonder enige reden. Nee. We hadden nog straks reden genoemd, als ze bijvoorbeeld niet moslim is ofzovoort, als ze bidt niet enzovoort, dan kan je dat wel begrijpen. Ja. Maar ze hebben geen enkele geldige reden, maar jij houdt van diegene, je wilt uiteindelijk met diegene trouwen. Maar je ouder zegt nee, moet je hun gehoorzamen, ja of nee? Ik denk het wel. Allah alam, ik denk het wel. Ik doe ja, de ulema zeggen. Inderdaad, ulema zeggen van, als jij echt bang bent dat jij in de problemen terechtkomt als je niet met diegene trouwt, dan ga je toch met diegene trouwen, maar je moet je uiterst best doen om je ouders hierin te betrekken en hun aan te kondigen en te zeggen van, wees met mij en met de keuze die ik maak. Nee. Uiteindelijk dat je toch hen tevreden stelt. We kunnen niet aan de kant zetten. Je ouders zijn belangrijke personen in jouw wereld. Wat ik wil zeggen is, je hebt bijvoorbeeld, subhanallah, dit gebeurt. Hè? En je ziet het ook online. Je trouwt met iemand. En dan wegens die vrouw of man, neem je eigenlijk meer afstand van je ouders. Subhanallah. Dit gebeurt heel vaak. We mogen alles ons bevrijden daarvan. Je moet allebei eigenlijk tevreden stellen. Jezelf natuurlijk, want jij bent degene die trouwt uiteindelijk. En je ouders moeten natuurlijk ook alhamdulillah tevreden zijn. Dus uiterst je best doen. Maar ulema zeggen in dit geval, wanneer je ouders onrechtvaardig zijn en zeggen van jou, ik wil niet dat jij trouwt met diegene uiteindelijk. En jij bent bang dat je in problemen terechtkomt nadat jij niet trouwt met diegene. Toch wil gaan trouwen, maar je ouders alles aandoen natuurlijk om hun tevreden te stellen. Dat is wat de ulema al ijma hebben tot nu toe. Wat ik zelf heb onderzocht en heb nagevraagd, alhamdulillah. Vooral ouders die onrechtvaardig zijn naar de kinderen toe. Er gebeurt zelfs dat de dochter misschien wil 10 keer verzoek heeft gekregen van een vrome man. We zien, alhamdulillah, hij bidt aan alles. Maar toch, de moeder gaat zich mee bemoeien. Kan zij dat? Kan zij hierin gaan bemoeien? Is zij degene die trouwt of de dochter? Mag ze zomaar weigeren? Straks wordt ouder en is ze nog niet getrouwd. Noem een voorbeeld. Ja, dat is ook niet de bedoeling dat ouder en ouder wordt zo'n leeftijd. Het moet leeftijd ongeveer zijn, 25e. Ja. Dan moeten ze wel uit huis. Maar ja, daar tussen die 20 en 25 jaar moeten de ouders dan ook rekening mee houden. Om zoveel zeg maar tijd te geven dat die jongen met de ouders goede contact hebt. En dat de ouders weten te vertrouwen is hoe die jongen dat is. Dat is duidelijk. Dus dan kennen ze. Het is duidelijk, inderdaad. De enige reden wanneer ouders mogen weigeren is, in de islam in principe, is wanneer de
wanneer ze zien dat het kind bijvoorbeeld niet islamitisch is, waar ze mee wil trouwen of hij. Dan is enige reden dat de ouders zich mee gaan bemoeien. Voor de rest hebben de ouders, het is niet terecht dat de ouders zich mee gaan bemoeien. Tuurlijk, ze mogen wel bemoeien als ze bijvoorbeeld zeggen van hij bidt niet, mogen ze wel mee bemoeien. Maar los daarvan mag dat niet. Kort gesluiten. Heb jij misschien een belangrijk boodschap als eindwoordje voor de mensen, voornamelijk de ouders naar jou kijken en die bijvoorbeeld dit soort problemen hebben thuis, veroorzaakt voor hun kinderen? Mijn advies is natuurlijk dat zij de regels nemen wat de islam natuurlijk aangeeft en niet wat zij zelf vinden. Dus jouw gedachtes buiten ouder en kijken naar de islam. Die zomaar dingen roepen. Nee, natuurlijk. En wij als kinderen moeten natuurlijk ook meer kennis opdoen in de islam, zodat wij ook weten van wanneer moeten wij. Ja, natuurlijk, zoals je net zei, wat zeggen de geleerden erover? Vaak zijn ouders onwetend ook, hè? Dat ze dit soort dingen aan hun kinderen meegeven. Ja. Laat staan de kinderen, inderdaad. De meeste ouders, zoals je zegt, zijn onwetend in vele islamitische zaken. En die zijn bijvoorbeeld hier in Nederland gekomen en ja, die zorgen voor de kinderen. De moeder is dagelijks in de keuken. De vader is ook bezig met boodschappen en dat soort dingen. Maar ze zijn nauwelijks bezig met de religie. Subhanallah. Kennis opdoen. Dan krijg je dit soort problemen. Dan krijg je zulke problemen inderdaad. Barakallahu fik, broeder. Mogen Allah jou belonen? Inshallah. Jazakumallahu khair. Allah yahfadhak. Allah yajzak bikhair. Een kort en krachtig boodschap voor de kijkers, voornamelijk de ouders nu naar jou kijken en voornamelijk ook de kinderen die in deze problemen terecht zijn gekomen. Kort en krachtig, los de probleem op. Ik hoop dat jullie allemaal uiteindelijk een oplossing zullen vinden, in een goede waarde zullen laten en ook in gedachten houden dat je van elkaar houdt en dat je vanuit liefde moet handelen en niet vanuit cultuur of controle. Barakallahu fik, shukran. Heb je misschien een boodschap voor mensen die bijvoorbeeld waar het wel waar gebeurt? Een boodschap aan de ouders voornamelijk, die onrechtvaardig zijn naar de kinderen. Die ze bijvoorbeeld dwingen om te trouwen. Die ze bijvoorbeeld niet goedkeuren en zeggen elke keer weigeren. Elke keer. Heb je een laatste boodschap? Oh, ik weet het niet. Misschien gewoon goed met je ouders praten. Communicatie? Ja. Hou je ouders tevreden? Hou de ouders tevreden, maar gewoon op een rustige manier praten, niet schreeuwen. Als je gaat schreeuwen, dan gaan ze alleen maar nog meer tegen zijn. Ik zou gewoon rustig praten. Heel mooi, dankjewel. En jij? Ja, zelfde communicatie en je geloof. Geloof altijd op nummer 1. Yes. Komt alles goed. Yes. Barakallahu fikum. Dank jullie wel.